Ja, ik heb het er heel erg naar mijn zin. Ik leer er hartstikke veel van. Dus ja, Iris Farms is onze schoolboerderij. Dat is een bedrijf met een melkveetak, akkerbouwtak en een intensieve tak met schapen, leghennen en varkens. Waar wij als studenten de kans krijgen om onderzoek te doen, waar we les krijgen en onszelf verder kunnen ontwikkelen. Ik ben hier binnen Eres, werk ik in het team toegepast onderzoek. Dat is dan onderzoek veelal in samenwerking of in de opdracht van het bedrijfsleven. Op dit moment hebben wij een onderzoek lopen waarbij we black soldier fly larven, ja, dus insecten voeren aan legkippen. Heeft dat invloed op de productie? Heeft dat invloed op gedrag en dierenwelzijn? En ja, daar hebben wij dus verschillende stallen voor om dat uit te voeren. Ik ben verantwoordelijk voor het dagelijks gebeuren rondom de schapen, de kippen en de varkens. Dus voeren, behandelen van de dieren, dat soort dingen. Maar ook dat wij in gesprek gaan met vertegenwoordigers. Nou, dat is natuurlijk super leerzaam. En het is best wel goed voor je netwerk. Ik denk dat het voor bedrijven interessant is om hier een onderzoek te laten uitvoeren. Niet alleen doordat wij onderzoekers hebben met de juiste kennis en ervaring, maar ook door de inzet van de studenten. En dat maakt de student eigenlijk vervolgens weer interessanter voor die bedrijven om zijn student later mogelijk aan te werven. En het staat ook best goed op je cv, dat werkt ook wel mee. Wij zijn dan ook verantwoordelijk voor het zoeken van nieuwe bestuursleden. En we merken wel dat er heel veel mensen denken, ja, daar heb je wel weer hele verantwoordelijkheid erbij en er zit wel heel veel tijd in. En dat is ook zo. Maar ik vind dat het positieve echt wel opweegt tegen de verantwoordelijkheid en al de tijd die erin zit. Ik denk vooral het in gesprek gaan met vertegenwoordigers en kijken hoe je jezelf nog verder kunt verbeteren. Daar leer je gewoon heel erg veel van. Het is gewoon echt heel erg leuk. Ja.